Vandaag, Régis Debray, Three Ages of Looking, onder andere, en die andere tekst. Debray schrijft op een lastige wijze, dat heb je inmiddels al gemerkt. Dat is iets dat eigen is aan de Franse en Duitse filosofie. Als je daar geen last van wilt hebben, dan kun je beter Engels lezen, heb ik al eerder gezegd. Ja? En dan moet je ook nog oppassen dat je niet de verkeerde Engelsen pakt. En verkeerde Engelsen zijn Engelsen die te veel Frans en Duitsers lezen, dat snap je ook. En daar heb je er niet mee te maken. Aan de andere kant, dit soort teksten, zoals deze teksten van Debray, zijn wel rijk, zijn wel mooi om te lezen als je ze eenmaal in de vingers hebt. Alleen, ze werpen zo'n rijste breinberg op waar je doorheen moet eten voordat je in Lui-Lekkerland bent. En dat is lastig. Dat blijft lastig bij dit soort teksten. Nou, wat ik vandaag zal doen, is gewoon vertellen wat er in die tekst staat. Ja, en wat je daarna kunt doen, is die tekst gewoon nog een keer bekijken, lezen, voor te tamen, de highlights eruit halen. Tell me what you see and I will tell you why you live and what you think. En dit is een hele boude uitspraak, maar wel een mooie uitspraak. En dat is dan wel weer bij die Fransen. Ja, ze schrijven af en toe wel hele mooie zinnen die je citaat kunt gebruiken en zo. En die heel veel betekenissen hebben en waardoor je en ze altijd weer terug kunt halen. Ja, hoe nauwkeuriger je schrijft, hoe eerder je tekst door de geschiedenis afgeserveerd zal worden. Ja, dan blijkt gewoon dat je ongelijk had. Ja, het was het lot van de logisch positivisten, een groep filosofen uit het begin van de 20e eeuw. Die groep filosofen schreef uitermate helder. Nog steeds, als je die teksten leest, snap je ze. Bertrand Russell is een voorbeeld. Ja, lees Bertrand Russell, eens tot tien, je begrijpt die teksten van Russell. Aan de andere kant, dan heb je ook snel door of mensen ongelijk hebben. Ja, als je wil dat je tekst heel lang gelezen wordt, moet je schrijven op een manier zodat mensen er ook verschillende dingen in kunnen lezen. Ja, dat het wat vager wordt en dat het mooie citaatjes oplevert. Heidegger is daar een briljant voorbeeld van. Onbegrijpelijk schrijven. Slecht werk. Analytisch gezien. Zijn woorden hebben weet ik hoeveel betekent. Maar dat wordt wel lang gelezen, omdat iedereen weer het op een nieuwe manier kan interpreteren. En een nieuwe manier naar kan kijken. Nou, dat is ook bij Debray. Die is trouwens niet van het niveau Heidegger, hoor. Laat ik dat onmiddellijk zeggen. Die zit tussen Heidegger en de Britten in. En hij heeft dus af en toe ook prachtige zin. Tell me what you see, and I will tell you why you live and what you think. Nou, in deze uitspraak, tell me what you see and I will tell you why you live and what you think. Als je deze uitspraak leest, valt je onmiddellijk iets op. Wat hij hier zegt, is dat hij aan de manier waarop jij kijkt en dat wat jij ziet, dat wat jij ervaart, kan vertellen waarom jij leeft en wat je denkt. Met andere woorden, hij kan aan de manier waarop jij kijkt en wat jij ziet, zien hoe jij in het leven staat. En dit is waar Debray uiteindelijk op uit is. Wat Debray gaat zeggen is dat ieder tijdperk een manier van kijken heeft. En die manier van kijken hangt samen met de manier waarop we in het leven staan. Hangt samen met de manier waarop we tegen de wereld aankijken. Hangt samen met de manier waarop we tegen onszelf aankijken. Onze psychologie staat dus niet los van de context waarin we leven. De wijze waarop we kijken. Debray
dat heb ik vorige keer volgens mij ook al gezegd, heeft kritiek op McLuhan. Want hij zegt, McLuhan kijkt te veel naar de technische aspecten van de meting. McLuhan is te veel bezig met die techniek. Wat heeft het nu voor gevolgen voor de kijker? En de Bree zegt, als je wilt weten hoe de kijker zich verhoudt tot mediane technieken, moet je breder kijken dan dat. Moet je ook naar de sociale context kijken. Moet je kijken naar hoe mensen binnen hun sociale context geconditioneerd zijn en hoe hun denken binnen de sociale context gevormd wordt. Vandaar deze drie beelden, want het gaat hier over, ik neem aan dat wat je ook van de tekst begrepen hebt, dat zal wellicht niet veel zijn, maar het getal 3 moet je bekend voorkomen. Ja? Ook dat is niet vreemd natuurlijk, westerse schrijvers houden nu eenmaal erg van het getal 3. Daar zijn we gek. Ja, er zijn een paar getallen, die kunnen mensen heel goed aan, de getallen 1, 2, 3 en 4. Daarboven wordt het al een zootje. Ja, daar hebben mensen al moeite om het te begrijpen. Dat klinkt heel raar, maar dat is het niet. Het getal 0 bijvoorbeeld heb ik niet genoemd. Hè? Want het getal 0 snapt niemand. Ja, dus dat is al mooi. Je kunt niet 0 snappen, mensen. De mensen zeggen helemaal niets. Dat is de onbegrijpelijk. Nou, 1, dat is hè, het monotheïsme en zo, dat soort. Maar ons monotheïsme, het christendom, gaat al heel snel naar 3. En Vader, Zoon, Heilige Geest, dat is cognitief nog te bevatten. 4 gaat ook nog net, alhoewel mensen dat altijd in 2-2-tallen zien. Ja, ga maar eens een cursus doen over leerstijlen, dan zullen we zien, zijn er 4. Ja, ga maar eens kijken, ga maar eens een cursus doen over hoeveel type mensen er zijn. Dan krijg je altijd 4 mensen. Ja, en dan kunnen die 4 groepen nog wel in 3 ingedeeld zijn. Dan heb je er 12. Nou, dat schiet dan lekker op. Heb je al astrologie, heb je dan te pakken. Ja, en daar houden mensen van. Dus het is ook niet zo raar dat de Bree denkt in 3. En wat hij zegt. Ja, als je deze slide snapt. Eigenlijk is het een heel kort college vanmorgen. Als je deze slide snapt, snap je wat hij zegt. Want hij, ja, precies. Je moet mij vooral letterlijk nemen. Dan hij zegt, deze 3 afbeeldingen komen uit 3 grote tijdperken. En de manier waarop mensen naar deze afbeeldingen kijken, is per tijdperk verschillend. De mensen die naar dit icoon kijken, keken, zien iets anders dan de mensen die naar het zelfportret van Rembrandt kijken, zien iets anders die naar dit, nee, dit is een video stil, een video zelfportret kijken. Het mooie natuurlijk ook is als je ze zo alle 3 naast elkaar ziet, dan voel je ook dat die 3 verschillende, dit zijn 3 verschillende kijkregimes. Onze blik, zullen we bij Foucault ook tegenkomen. Foucault heeft daar een mooie term voor en die zal ik bij de Bree gebruiken, maar niet al te veel. Onze blik wordt gedisciplineerd door de sociale en materiële context. Kijken is niet iets, zegt de Bree, dat alleen maar door de biologie is ingebouwd. Hoe wij kijken wordt bepaald door de cultuur waarin we opgroeien. De mensen die naar dit icoon keken, zagen echt iets anders dan wij daarin zien. De mensen die naar Rembrandt keken, zagen echt iets anders dan wij daarin zien. De mensen die naar deze video stil kijken, zien hetzelfde als wij zien, want dat zijn wij. Ja, dit is onze tijdperk. En waar het de Bree om te doen is,
is dat, en hier zie je al een breuk met, nou ja, niet een hele sterke breuk, maar wel een breuk met McLuhan. Je zou kunnen zeggen, die icoon en die van Rembrandt, dat is toch technisch gezien en materieel technisch gezien is dat vergelijkbaar wat daar gebeurt. Beide is geschilderd. Beide is met pigment opgebracht natuurlijk. En Rembrandt had een hele andere verf dan die oude icoon-code, maar het is in zekere zin vergelijkbaar. En ook als dit geschilderd was, en dit videoportret, als dat geschilderd was, dan nog, zou de Bree zeggen, ja, dan nog zie je in dat videoportret iets anders. Er zit nog wat complexiteit in, maar dit is de sfeer waarin hij schrijft. Het gaat dus over de disciplinering van de blik, het kijken in een sociaal-materiële context. Dus de Bree zegt, techniek doet het toe, maar niet alleen techniek. Ook de sociale context. Er is ooit een mooi onderzoek geweest op een Amerikaanse meisjesschool. Een katholieke meisjesschool. En ik heb me rondgezocht dit weekend. Ik heb ooit over dit onderzoek gelezen en ik kon het paper, dat heb ik gekopieerd, maar dat kon ik niet meer vinden. Dus ik heb me rondgezocht van het weekend om het weer te vinden. Maar de referenties krijg je nog precies van het paper. Omdat ik de precieze aantallen dan wil weten, en mijn excuus, die weet ik niet meer. Maar het onderzoek ging als volgt. Op die katholieke meisjesschool 200 meisjes. Die meisjes moesten een enquête invullen over hun seksuele gedrag. Fantasieën, gedachten zeggen, seksuele ervaring. Daarvoor werden ze in twee groepen gedeeld. Twee groepen van 100. Het enige verschil tussen deze twee groepen was het kamertje waarin ze zaten. Maar ook die kamertjes waren vrijwel identiek op één klein detail. In één van de kamertjes, in het ene kamer hing een neutraal schilderij van een gebouw of. En in een andere kamer hing een portret van de paus. Wat bleek? Die meisjes die de enquête hadden ingevuld in een kamertje met het portret van de paus, hadden de vragen significant preutser beantwoord dan de meisjes die de enquête hadden ingevuld in een neutrale kamer. En dit is wonderlijk. Dit is wonderlijk. En dit is ook een aspect dat op dit moment weer in de belangstelling staat. Zij het niet altijd op goede wijze. Maar wat dit laat zien, is dat je sociale context bepaalt hoe je zaken invult. En die sociale context, let op, dat is belangrijk in verband met de Bree, is door zo'n portret van de paus, ondanks dat die meisjes echt niet in de gaten hadden en niet na afloop naar buiten kwamen en zeiden van nou, er hing een portret van de paus, dus ik heb het wat preuts ingevuld. Dat is beslist niet waar. Maar ongemerkt wordt je blik gedisciplineerd door de blik van de paus op dat moment. Die voel je ook al. Het is dus bijna zo alsof die paus daar daadwerkelijk aanwezig is. En over je schouder meekijkt wat je invult. Dat heb je niet eens bewust dat gevoel. Maar dat levert dat portret van de paus op. De Bree zegt over die drie ages of looking, die drie tijdperken van de blik. Laat ik hem zo zeggen, dingen in het Nederlands worden vertaald. Dat een nieuw tijdperk het oude niet helemaal wegvaagt. Daar komen we straks nog op terug. Wat hier gebeurt bij de paus, in die proef, heeft te maken met wat in dat oudste tijdperk gebeurt.
Dat portret van de paus is niet slechts een portret van de paus. Nee. Portretten zorgen ervoor dat de persoon die daarop staat werkelijk aanwezig is. En werkelijk in de zin van die persoon heeft als een werkelijk persoon invloed op wat jij schrijft en wat jij denkt. Kijk, met werkelijke personen heb ik daar geen probleem mee. Ja? Op het moment dat jullie thuis komen bij je ouders, voel je al helemaal aan jezelf dat je eigenlijk harder studeert dan je feitelijk doet. Ja? Dus je studieresultaten worden iets beter, je hebt iets meer af. En allemaal dat weet je. Dus je studieresultaten, ja, je bent daarin wat preutser dan dat je onder studenten bent. Ja, en dat is logisch, want je ouders kijken met het idee van, nou, je moet wel wat gaan doen. En hoe lang doe je daar nog over en die verwachten wat van je. Nou, binnen de katholieke kerk heeft de paus dat natuurlijk ook. Het kan zijn dat die mensen zijn die katholiek zijn, dat die zich nu ook al preutser gaan voelen. Nee, dus als de paus daar daadwerkelijk aanwezig was, is het ook heel logisch. En echt meekijkt over je schouder, is het heel logisch dat die meisjes het een en ander wat preutsel invullen. Het wonderlijke van een portret is dat een portret dus ook die kracht heeft. En hier zie je dat die afstand tussen zo'n portret en de persoon, dat die afstand er niet is. Dat ze samen lijken te vallen. Het is dus niet zozeer een afbeelding van de paus, maar het is de paus die eruit. En let op ons taalgebruik, heel vaak zeggen we dat ook zo. Ja. Sorry? Ah ja, oh, dan kunnen we die vraag aan het eind doen. Het is een goede vraag, maar wil je maar aan het eind nog een keer stellen? Ja, want anders dan, ja, het is een goede vraag. Voodoo heeft datzelfde. Deze kennen jullie natuurlijk, althans. Chase. Enforcement or raise taxes on working families. We can't deal with our budget. We. Alliance. En je steekt daar naalden in, dat er iemand anders op een hele grote afstand pijn krijgt. En dit is precies wat de Bree zegt. Dit is waar de Bree over te doen is. De Bree zegt, de afstand die wij zien tussen dat poppetje en die persoon, die bestaat niet als je met een voedoeblik kijkt. Er is een afstand die bij ons ontstaan is binnen onze sociaal-materiële context.
Maar dat is niet een afstand die er van nature is. Van nature, geschiedkundig gezien, teruggegaan in de historie, heeft het nogal wat moeite gekost om die afstand tussen afbeelding en dat waar het een afbeelding van is, te creëren. Dat is zelfs in taal zo. Soms zie je op televisie nog wel eens zo'n serie waarin dan een tovenaar iemand wil beheksen en wat die tovenaar dan nodig heeft is de naam van die persoon. Als je eenmaal de naam van iemand hebt, dan heb je macht over die persoon. Ja, en dit is ook, dit denken komt uit een tijdperk waarin de afstand tussen iemands naam en de persoon zelf nog niet zo groot was als hij nu is. Ja, en dan kun je dus door te zeggen, ik vervloek jou, en dan noem je de naam, kun je die persoon daadwerkelijk vervloeken. Maar je ziet ook al dat taal hier een bijna fysiek met de werkelijkheid verweven medium is. En er is het hele idee dat wij hebben, namelijk dat er een afstand is tussen de woorden en dat wat ze betekenen, dat is een vrij recent idee. En voodoo is niet zozeer het geloof in krachten waar wij helemaal niet in geloven. Namelijk zo'n poppetje. Nee, voodoo is een ander kijkregime. Voodoo is een andere manier van kijken naar beelden, naar afbeelden. Om een en ander uit te leggen, maakt de brain gebruik van Charles Sanders Peirce. En Peirce is de uitspraak. Sommigen zeggen Peirce, maar die heb ik niet begrepen. Peirce is van piercing en dan staan die ene i andersom. Dus je zegt hier echt Peirce, Charles Sanders Peirce. Peirce is een van de grondleggers van het pragmatisme. En het pragmatisme, dat is een stroming aanvankelijk in de Amerikaanse filosofie. William James hoort daar ook toe. Richard Rorty, die wij zullen zien, zit ook in die stroming. En de pragmatisten, Peirce heeft een vrij simpel uitgangspunt geformuleerd voor het pragmatisme. Peirce zei, een zin, een bewering, de betekenis van de bewering is het verschil dat die bewering maakt voor het handelen van degene die erin gelooft. Dus de betekenis van een bewering, de betekenis van een uitspraak, is gelijk aan het verschil dat die uitspraak maakt voor het handelen van. Dus als je zegt, ik geloof dat er hier kabouters rondlopen in dit lokaal. Maar die uitspraak maakt geen enkel verschil voor mijn handen. Dus ik loop gewoon overal rond, ik ga nooit opzij, ik leg geen voedsel meer voor die kabouters. Dus die uitspraak heeft geen enkel, dan is de betekenis van die uitspraak ledig. Die betekent dan helemaal niets. Als ik zeg, hier staat een tafel, en inderdaad, ik loop er zo omheen, dan is de betekenis van die uitspraak gelegen in het feit dat ik er dan ook omheen ga lopen en misschien dingen opzetten, dingen opleggen. Ja, dus betekenis bij het pragmatisme is heel erg verbonden met het gebruik dat je van uitspraken maakt. En mensen die zeggen dat ze in God geloven, maar nooit naar de kerk gaan, er helemaal niets voor doen, en verder merk ik aan niets. Ja, die geloven, en dan kun je die uitspraak wel doen, zegt Peirce, maar dan is de betekenis van die uitspraak is ledig. En die uitspraak betekent dan helemaal niets. Ja, en dat tegenwoordig is erg in om te zeggen, ja, ik geloof wel in iets,
Nou, Peur zou zeggen, ja, dat kan, maar dat betekent niets. Ja, want het heeft geen enkele consequentie voor het handelen. De betekenis van uitspraken zie je in het handelen. Peurs heeft een onderscheid gemaakt tussen diverse soorten tekens. Hij is een van de eerste die een tekentheorie heeft opgesteld. En Peurs zegt, er zijn drie soorten tekens. En volgens de Bree vallen die soorten samen met de tijdperk die hij analyseert. Hij zegt, er zijn indexicale tekens, iconische tekens en symbolische tekens. Nou, laten we met die indexicale beginnen. Indexicale tekens zijn tekens die verbonden zijn met dat waar ze naar verwijzen. Aan de linkerkant zie je de vinger van Galileo. Dit is een indexicaal teken. Waarom? Dit is ooit van Galileo geweest. Dus dit verwijst, het is ook zijn wijsvinger, de indexvinger, dat is allemaal om het beter te kunnen onthouden. En dat ik denk, van, nou, als je me dan ooit afvraagt of het een indexicaal teken, dan wil ik gewoon dat in die kop dan die vinger van Galileo verschijnt. Ja, dit is de vinger waarmee hij de paus terecht heeft gewezen. En toch beweegt hij, heeft hij over de aarde gezegd. Nou, deze vinger is dus daadwerkelijk causaal, oorzakelijk, verbonden geweest, verbonden met Galileo. Dus dit is een teken van Galileo. Dit teken verwijst naar Galileo. Nou, verwijzen is, voel je hier al, is een slecht woord. Verwijzen is een... Ik snap het normaal, je bent er echt nu pas schaamd hoor. Daar hoef je je ook helemaal niet voor te schamen. Nee, die van mij zal zo ook wel gaan. Die vinger, die... De afstand tussen Galileo en die vinger is er niet. Rechts zie je Jeremy Bentham, Brits filosoof. En Bentham had het briljante plan om geld te geven, een deel van zijn erfenis aan het London University te geven, op voorwaarde dat hij zou worden opgezet. En ieder jaar aan het begin van de colleges nog één keer de zaal te worden binnengereden. En ja, het is Engeland, dus het gebeurt. En hier zie je Bentham zitten. Hij is opgezet. Dit is echt, hij is gebalsemd. Zijn hoofd is alleen vervangen. Daar zit weer een wassen hoofd op, een hoofd van was. En het stond een tijd... Zijn echte hoofd stond een tijd hier bij zijn voeten, maar dat hebben ze weggehaald. Dat is jammer, daar kon ik ook geen foto meer van vinden. Maar ook dat, die verband tussen Bentham en dit, is in Mexicaan. Dat zegt, dit is Bentham. Ja, dit is causaal verbonden met Bentham. Dit is een gevolg van Bentham. Net zoals dit een gevolg, dat is dus een causale relatie. Ja, nou ja, dan hangt het weer af van uit welke tijd je komt, welk tijdperk je komt, wat je onder, wat Bentham is, bestaat. Ja, dus is lastig. De indexicale verwijzingen hebben altijd met oorzaak en gevolg. Dit is een gevolg van wat Bentham ooit geweest is. Zo. Ja, in ieder geval, die afstand... Het is geen verwijzende afstand. Ja, er is dus een causaal verband of een vermeend causaal verband. Het kan ook zijn dat er sociaal gezien een disciplinering is, zodat je gelooft dat er een causaal verband is.
Dat causale verband hoeft dus niet in onze ogen daadwerkelijk zo te zijn. Nee, het is een indexicaal teken op het moment dat je gelooft dat het zo kan zijn. Ja, waar rook is, is vuur. Ja, dan is vuur, rook, dat is waar ze in Winschoten de laatste tijd mee zaten. En dat is ook, dus de aardige natuurlijk, dit is ook de manier waarop ze die man hebben opgepakt. Ja, hij heeft al een aantal meldingen gedaan van de brand. Is zelfs op tv geïnterviewd. En de politie dacht, nou, maar ook is vuur. Ja? En dat is hoe dat werkt. Want rook is causaal verbonden met vuur. Sporen in de sneeuw, maar je ziet voetstappen in de sneeuw. Ook dat zijn indexicale tekens. Ja, die zijn veroorzaakt door een handtekening van je favoriete popster. Is ook een indexicaal teken. Stukje haar van je geliefde. Of je kind. Zijn allemaal indexicale teksten. Allemaal oorzakelijk verbonden met datgene waar ze voor staan. Ja, indexicale tekens. Hoe werkt het nu bij iconen? Iconen worden ook gezien als indexicale tekens. Waarom? Een icoon is geen afbeelding van, het is een icoon van Maria. Dat is geen afbeelding van Maria in onze zin van afbeelding van Maria. Vaak al om de dood eenvoudige reden dat we niet weten hoe Maria eruit zag. Ja, het verband tussen een icoon en Maria is causaal. Maria wordt door dit icoon op de plek gebracht, binnengebracht. Dit is Maria. Ja, zo kijken kinderen ook in eerste instantie naar foto's. Zo leren we dat dan. Dan zeggen, wie is dit? En dan zeggen ze, dit is oma. Ja, maar dit is oma. Dan moet je, eigenlijk moet je zeggen, als je een beetje, hè, als je op KCM hebt gezeten, dat je kinderen heel snel in dat derde tijdperk trekt. Nee, dat is oma niet. Dat is een afbeelding van oma. Ja, maar dat zegt men niet. Wij zeggen, dit is oma. En eigenlijk geeft dat ook de manier weer waarop je hiernaar moet kijken. Dit is geen afbeelding van Maria. Dit is Maria. Dit is ook, op het moment dat dit icoon ergens hangt, is Maria dus ook in die ruimte. Dat verschijnsel kennen we nog steeds. In rechtszalen bij ons hangt Beatrix. Dat is om te zorgen dat het gebeurt onder de ogen van Beatrix. Die dwingende kracht blijft er dus van uitgaan. En dat is omdat we ook zo zijn opgevoed. We zijn ook ooit opgevoed met. En dan staat er neem zo'n Dick Bruna boekje. En dan zeg je, wat is dit? Dit is een hond. Nou, het is niet eens een afbeelding van een hond. Maar dat doet er niet toe. En dat doet er hier ook niet toe dat dit niet op Maria lijkt. Wat dit doet, is Maria in fysieke zin bij je brengen, neerzetten. Dit is ook iets moois, het avondmaal. De scheiding tussen de protestantse en de katholieke kerk ging onder meer over het vraagstuk of het brood bij het avondmaal. Ik weet niet of jullie weten wat het avondmaal is. Het avondmaal ben je met z'n allen in de kerk. En dan worden er wat dingen gezegd en dan krijg je een slok wijn en een stukje brood. Wat dan ook, iets broodachtigs, soms ook crackers, matzes, dit is allemaal populair. En je neemt een slok wijn en dan zegt de dominee of de priester, zegt, drink, dit is mijn bloed, eet, dit is mijn lichaam. Want dat zouden de woorden van Christus zijn geweest bij het laatste avond. De katholieken en de protestanten, men had in die tijd een discussie over de vraag,
of het brood en de wijn daadwerkelijk veranderde in het lichaam en het bloed van Christus. En hier voelt dit lijkt erg. Voedoe. Dit komt heel dicht in de buurt van voedoe. Want op het moment dat je zegt, dit wordt het lichaam van Christus, door dit ritueel, of dit wordt het bloed, dan is die afstand tussen de wijn. Dan zeg je dus niet langer, dit is een symbool voor het bloed van Christus. Nee, dan zeg je, dit is het bloed van Christus. Ja, en wij van KCN zouden eigenlijk in de kerk moeten gaan zitten, of en zeggen, nou, dit lijkt ons meer een afbeelding voor het bloed van Christus. Ja, en dat kan niet. Dat kan niet. Sterker nog, je kunt hier kerkjes vinden, ook in Groningen. Dit avondmaal, dit heet het avondmaal bestek, en dan doe je de wijn in en dan leg je brood op. Dat moet afgewassen worden. Op een gegeven moment. Ja, want het is goor, iedereen heeft daar aan gedronken. Maar ja, het is wel het bloed van Christus. Ja, dat mag je niet zomaar door de grootsteen spoelen. Dat voel je. Dus er zijn hier kerkjes, ook in het noorden, waarbij een speciale wasbak is voor het avondmaalbestek. En de uit of de goot daarvan komt terecht op het kerkhof. Want het bloed van Christus moet begraven worden. Ja, je lacht, maar voedoe is dus dichterbij dan je denkt. Ja, je denkt, we hebben enorm veel afstand van dat kijken zien. Maar dat is niet waar. Dat is niet waar. Hierbij, hier zijn overigens de katholieken en de protestanten uit elkaar gegaan. Nu snap je ook waarom dat, en dat is ook logisch in de term van de Bree, gebeurt op precies datzelfde moment als ook mensen als Rembrandt gaan verschijnen. Met andere woorden, er gaat een nieuw kijkregime verschijnen. En het heeft te maken met dit soort vraagstukken. Verandert dat brood nu daadwerkelijk? Indexicaal, als je daar indexicaal naar kijkt, als dat je kijkregime is, dan wordt het het bloed van Christus. En dan moet het begraven worden. Er zijn dus nog veel culturen op aarde waarin die indexicale blik gewoon aanwezig is. Let op, hè, een spotprint van Mohammed, als je in lexicaal kijkt, dan is dat daadwerkelijk dat je iets doet met Mohammed. Dan is het niet een afbeelding die verwijst naar de ironie in je eigen kop en via via naar Mohammed. Nee, dan is het daadwerkelijk iets doen met Mohammed. Vandaar ook dat je dan makkelijk een vlag kunt verbranden. Heel veel mensen hebben bij een vlag ook nog dat indexicale gevoel. Het idee dat het vlag zeg maar kausaal verbonden is met een land. En dus als je die vlag verbrandt, dat je dan eigenlijk ook wat met dat land doet. Terwijl je kunt ook zeggen, ja, een stukje stof. Je steekt een stukje stof in de hand. Wat wil je daar nou mee? Dat doet me echt niks. Ja, maar op het moment dat je indexicaal kijkt, ja, dan is er wel degelijk iets aan de hand. En ook iets wat het toe doet. Pauze.